Sinds half maart van dit jaar zijn alle beurzen en congressen stopgezet. Rotterdam Ahoy wil graag laten zien dat beurzen en congressen verantwoord georganiseerd kunnen worden, zodat ook deze sector opgestart kan worden. Ik neem je mee in het proces vanuit het perspectief van beurs- en congresbezoeker Daan. Daan werkt vanuit huis en registreert zich online voor een bezoek aan Rotterdam Ahoy. Hij registreert zich voor de beurs en meldt zich ook aan voor het bijbehorende congres. Tijdens de registratie valt het Daan op dat hij een keuze moet maken uit een tijdvak. Dat is nieuw, maar Daan begrijpt dat de organisatie de bezoekersstroom wil reguleren. Daarna heeft Daan de mogelijkheid om via de registratiemodule afspraken te maken met enkele exposanten. Ook dat is nieuw, maar erg handig, want zo kan de beperkte tijd efficiënt worden ingericht. Daan rondt zijn registratie af en krijgt direct een bevestigingsmail met daarop zijn barcode voor toegang tot Rotterdam Ahoy, de tijden van het congres, de afspraken met de exposanten, de routing en het safety protocol. Enkele dagen voor het event ontvangt Daan deze bevestigingsmail nogmaals. Het is fijn en geruststellend dat de veiligheid van de bezoekers zo serieus wordt genomen. Daan pakt de auto naar Rotterdam Ahoy omdat het te ver is om te fietsen en hij wil het OV niet onnodig belasten. Door de matrixborden weet Daan precies waar hij kan parkeren en waar hij naartoe moet lopen. Bij aankomst wordt de deur van Rotterdam Ahoy opengedaan door een gastheer die Daan van harte welkom heet en informeert of Daan zijn digitale toegangsbewijs bij zich heeft. Er staan een aantal andere bezoekers in de rij die netjes op de aangebrachte strepen staan, zodat er afstand wordt gehouden. Hierop wordt toegezien door een vriendelijke gastvrouw. Daan is aan de beurt en pakt zijn telefoon, zodat zijn ticket gescand kan worden. Vervolgens desinfecteert Daan zijn handen, haalt zijn smartbadge uit de printer en bevestigt deze aan een lanyard die hij om zijn nek hangt. Daan volgt de pijlen die duidelijk zichtbaar zijn in de gangpaden en loopt een rondje over de beurs. Het valt hem op dat iedereen netjes de gepaste afstand bewaart. Wellicht komt het door de duidelijke bewegwijzering, looppaden en andere visuals die hij ziet, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat iedereen inmiddels gewend is om deze afstand te bewaren. Hoe dan ook, het werkt en het geeft een veilig gevoel. Zijn smartbadge haalt Daan langs de touchpoints van enkele exposanten, zodat hij digitaal de gewenste informatie ontvangt. Daan gaat nu naar het congres in een andere zaal. De inrichtingsroute is duidelijk aangegeven en Daan wordt door een gastvrouw naar zijn stoel begeleid, alles uiteraard op gepaste afstand. Over de zaalopstelling is goed nagedacht. Zo wordt de afstand tussen de gasten wel geborgd. Het congres begint met een korte instructie over de voorzorgsmaatregelen, met duidelijke uitleg over het programma en hoe straks de zaal te verlaten. Leuk om te zien dat er tijdens de presentaties ook online bezoekers aanhaken. Daan raakt geïnspireerd door de enthousiaste sprekers. In de lunchpauze vertrekt men rij voor rij naar de uitgang. Daan is een van de laatste en hij ziet dat de schoonmaakploeg klaarstaat om de stoelen te desinfecteren. De bezoekers ontvangen elk een eigen lunchbox. Door middel van markeringen op de grond is het horecagedeelte zo ingericht dat duidelijk is hoeveel personen er kunnen zitten. Er wordt gewerkt met disposable borden en bestek en er staat handgel, zodat hij zijn handen kan desinfecteren voordat hij zijn lunch uit de lunchbox haalt. Na de lunch gaat Daan naar de voorafgemaakte afspraak met een exposant. Hij krijgt een kop koffie in een wegwerpbeker aangeboden en heeft een waardevol gesprek. De tijd is omgevlogen en het is tijd om te gaan. Voordat hij vertrekt maakt Daan een sanitaire stop. Bij de ingang van de toiletten zijn markeringen aangebracht zodat 1,5 meter wordt gewaarborgd. De toiletten worden net schoongemaakt, dus Daan moet even wachten. Na zijn toiletbezoek loopt Daan richting de beursexit waar hij wordt uitgescand. Een gescheiden looppad voor vertrekkende bezoekers brengt Daan naar de uitgang van Rotterdam Ahoy. Thuis aangekomen opent Daan zijn mailbox en ziet dat de gescande informatie in zijn mailbox zit. Hij neemt de informatie door en plant een videocall met zijn team om de informatie te delen. Ook tijdens het congres heeft hij veel geleerd. Daan twijfelde vooraf of hij wel naar de beurs en het congres moest gaan. Maar hij is blij dat hij is geweest, want hij heeft mensen ontmoet en in de ogen kunnen kijken en daar kan geen digitale tool tegenop. Rotterdam Ahoy is ervan overtuigd dat zij beurzen en congressen coronaproof kan organiseren. De industrie heeft elkaar nodig om netwerken te verbinden, kennis te delen en samen stappen te zetten. Precies dat faciliteert een beurs of congres. Live contact is de essentiële verbinder van zaken doen en een verrijking van bedrijfsvoering. Mail naar corporatecommunicatie@ahoy.nl voor meer informatie.